Als hoogbehaafde kinderen niet genoeg uitgedaagd worden, dan kunnen ze beginnen onderpresteren. Je hebt daarbij twee soorten onderpresteren. Het eerste is het absolute onderpresteren. Dat is wanneer het kind minder dan 5 op 10 haalt, dus eigenlijk onder het verwachtingspatroon scoort, dan is het overduidelijk dat hij niet goed aan het presteren is. Het tweede type van onderpresteren, en is eigenlijk relatief veel belangrijker, is het relatief onderpresteren. Want bij relatief onderpresteren heeft het kind wel goede punten, dus voldoet het aan de normen. En dus 9 op 10 als een verwachtingspatroon is, dan heeft een 8 op 10, dat is goed. Maar eigenlijk is het niet goed indien het kind niks moet doen voor die punten te halen. Het is superbelangrijk om hoogbehaafde kinderen vroeg genoeg goed uit te dagen, zodanig dat ze kunnen leren, zodanig dat ze leren fouten maken. Dus we vinden het bij ChromiCoach vooral superbelangrijk dat we de relatieve onderpresteerders kunnen detecteren, want dat zijn diegenen die op termijn absolute onderpresteerders kunnen worden. Alleen is het dan veel moeilijker om het op te lossen. Wil je meer weten rond hoogbehaafdheid en rond onderpresteren? Wij geven regelmatig themaavonden rond het onderwerp. Om daar meer informatie rond te vinden, surf dan naar themaavonden.chromicoach.be.